In de digitale wereld van vandaag is natuurlijk security een integraal onderdeel van ongetwijfeld ook uw bedrijfsvoering. Ja, en niet zonder reden. Google verwijdert dagelijks zo'n 100 miljoen phishingberichten. Volgens het CBS is 13% van de bedrijven wel eens gehackt. En nou ja, als we het hebben over bijvoorbeeld de DDoS-aanvallen, hoorde ik dat vorig jaar Microsoft 3 terabytes per seconde moest verwerken. Nou, dat was ook iets meer dan de systemen zeg maar aankondigen. Nou, het doel van vandaag is natuurlijk dat digitalisering is mooi, maar het levert ook wel wat uitdagingen op. Daar gaan we het vandaag over hebben. Nou ja, zoals Ivana vandaag ook al vanochtend al aangaf, uiteraard geven we ook praktische tips hoe je je ook tegen dit soort cyberattacks kan weren. Toch, Ivana? Zeker, zeker. Ja, want je bent security specialist bij Vodafone Business. Vodafone is natuurlijk een connectiviteitsleverancier. Ja. We zitten nu in een webinar over security. Ja, hoe zit dat? Ja, nou, connectiviteit is natuurlijk een hele kritische succesfactor voor een moderne werkplek. Dat was altijd al belangrijk, maar nu steeds meer. En dat komt voornamelijk omdat gebruikers niet alleen meer van kantoor werken, maar ook vanuit huis of vanuit andere plekken tegelijkertijd staan onze applicaties en onze gegevens in de cloud. En hierdoor ben je niet alleen afhankelijk van snel en stabiele verbindingen, maar ook een veilige verbinding. Dus ik heb hier ook een voorbeeld bij. De security architectuur wordt nu door de hele keten in steeds belangrijker, van gebruiker tot en met cloud. En wij als connectiviteitsspeler zijn in die gehele keten vertegenwoordigd eigenlijk. Dus dat is ook de reden waarom wij ook in het security domein aanwezig moeten zijn. Helder, oké. Okay. Nou, ik loop met jullie even door het programma van vandaag, het komend uur. Nou, we beginnen zo direct met een uitleg van Vodafone Ziggo en hoe wij als organisatie onze security inrichten. Daarna gaan we een ethical hack uitvoeren. Dus we gaan eigenlijk ervaren, meekijken eigenlijk wat een hacker ziet en wat een hacker doet. En natuurlijk ook nog belangrijker hoe u zich daartegen kunt wapenen. Vervolgens gaan we nog in gesprek met Wim de Nieuw van NetScout. Dat gaat over DDoS attacks. Hoe die plaatsvinden en natuurlijk ook hoe u zich daartegen kunt wapenen. Nou, genoeg informatie, genoeg om te bespreken. Dus laten we snel beginnen met de eerste gasten. Ja, hoe zorgt een bedrijf als Vodafone Ziggo er nou voor om bedrijf en klantgegevens optimaal te beveiligen? Hoe ziet zo'n security strategie eruit? En hoe wordt deze dagelijks in de praktijk gebracht? Nou, daar ga ik het over hebben met Jure Horsels, Senior Manager Corporate Security bij Vodafone Ziggo. Direct collega natuurlijk ook voor mij, Robert Pangemannen. Manager Fraud and Abuse. Nou, beide welkom. Dankjewel. Jure, om bij jou te beginnen. Ja, weet je, Vodafone Ziggo heeft natuurlijk bijna 10 miljoen klanten. Daarnaast hebben we ook nog een keer 10.000 plus medewerkers. Dus ja, security is natuurlijk als geen ander topprioriteit. Absoluut, absoluut. Het heeft inderdaad prioriteit in onze nieuwe strategie. Het is van vreselijk groot belang omdat we vitale infrastructuur zijn. Dus ook inderdaad, zoals we hier zitten voor onze zakelijke klanten, dus natuurlijk voor het grootste belang dat we gewoon secure, seamless die klanten kunnen blijven bedienen. Zodat ook onze zakelijke klanten zich echt puur kunnen richten op ondernemen. Zodat ze zich niet druk hoeven te maken over, ja, doet mijn dienst het wel of word ik nou gehackt. Maar zij zich echt puur kunnen richten op ondernemen. Dat is een van de kerntaken die Robert en ik op ons nemen. En waarom wij ook de security first strategie ontwikkeld hebben. Ja, nou, security first. Meteen de eerste vraag, denk ik. Hoe ziet die strategie eruit? Ja, misschien eens even over de ontstaansgeschiedenis. Wij werken via het NIST-model, waarin je een vijftal domeinen hebt. Een identify, protect, detect, respond en recover. En het ontwikkelen van een strategie zit met name in het identify deel. Daarin bepaal je je visie, daarin bepaal je wat je wil als organisatie. En je geeft ook aan welke assets je uiteindelijk wil beschermen. Nou, daar valt ook awareness onder.
En waarom noem ik specifiek awareness? Want ik vind eigenlijk alle domeinen moet je ingevuld hebben. Hè. Je kunt niet zeggen van ja, ik doe me even niks aan, ik spond recover, maar ik richt me puur op protect. Je zult alle domeinen moeten invullen. Wij hebben gekeken naar al die domeinen en daar hebben we breedte de maatregelen op ingezet. Maar als je alle domeinen ingevuld hebt, dan kom je ook op het punt, dat is eigenlijk ja, een van de grotere risico's, is als uiteindelijk iemand toch klikt op zo'n phishing link. We gaan dus daar nog wat verder in op een hack naar, ik heb begrepen. Maar awareness heeft een centrale plek in onze security first strategie. En Robert, die kan je daar veel meer over vertellen zo dadelijk. Maar ik wil even hier benadrukken dat awareness, dat is eigenlijk het laatste deel, als alles nou ja, aan maatregelen wat je getroffen hebt komt treffen, dan zou je daar inderdaad nog eens een keer de extra aandacht op moeten zetten. Is dat dan de zwakste schakel, zoals ze dat noemen? Of vind je dat geen juiste terminologie? Nee, ik vind niet de juiste terminologie, omdat ik vind dat je de hele schakel moet doen. Hè? Okay. Kijk, ik bedoel dat zo'n phishing mailtje binnenkomt, dat kun je ook tegenhouden met ja, spamfilters en allerlei dat soort maatregelen. Als iemand dan op zo'n URL klikt, dan kun je ook voorkomen dat een uitgaand verkeer plaatsvindt. Als inderdaad nou ja, toch dat uitgaande verkeer er is, dan kun je aan de hand van multifactor authenticatie nog vermijden dat, ook al heeft hij die credentials of die wachtwoorden te pakken, dat je nog de aanval kunt stoppen. Dus er zijn, ik vind het een keten. Je hebt heel veel maatregelen, waar awareness er zeker een hele belangrijke in is. En gedrag van, ja, in dit geval de medewerker of verder, is van onze stakeholders, is van het grootste belang. En ik denk dat het daarom ook blij is dat je me uitgenodigd hebt om daar hier wat meer over te komen vertellen. Maar daar zit inderdaad onze security first strategie wel heel specifiek op. Ja, nou, recent, je had het over de keten. Ja. We hebben natuurlijk ook recent zijn betrokken geweest bij het datalek. Wat de mensen denk ik kennen als het blauw verhaal, het blauw datalek. Dat zullen ingewikkelde tijden zijn geweest. Vreselijk natuurlijk. Voor een groot aantal klanten van ons betrokken. Even blauw is het bedrijf dat voor ons surveys uitzet. Hè? Dus wij nemen daar een dienst af. En nou ja, de blauw heeft dan ook weer voor een stuk specifieke dienstverlening een partij erachter zitten. Nou, die partij, daar heeft die aanval zich specifiek op gericht. Ja, wat er exact gebeurd is in detail, dat weten we nog niet. Hè? Want dat ligt ook nu nog kort geding en een rechtszaak. En nou ja, dat komt mij heel moeilijk lossen. Ik vind dat slecht. Ja, ik vind transparantie bij dit soort incidenten is van het grootste belang. Daarom ook blij dat Vodafone als een van de eerste ook gecommuniceerd heeft dat dit gebeurd is. Want waarom is het nou zo belangrijk om snel daar ja, over te gaan communiceren? Zodat mensen ook zelf maatregelen kunnen gaan treffen. Ik vind, je moet mensen daar, dat is een morele plicht ook, om mensen in staat te stellen om maatregelen te kunnen treffen. Dus ja, ik hoop dat we snel meer duidelijkheid daarover gaan krijgen. Ja. Wat er nou exact gebeurd is. Duidelijk, ja. Ja. Robert, Jurre kondigde je net dan natuurlijk al even aan. Hè? Dat als je het nou hebt uiteindelijk over het systematisch inrichten eigenlijk van security. Hoe doe je dat dan bij Vodafone Ziggo? Nou kijk, ik richt me voornamelijk op het gedrag. Hè. Dus wij noemen het een beetje het ABC van security. Je gaf net aan van ja, is het dan de zwakste schakel? Ik denk dat ik kijk juist liever naar gedrag als de belangrijkste component. Hè, dus de mens vind ik enorm belangrijk in de hele keten. Omdat uiteindelijk ons gedrag spreekt boekdelen. Nou, wij noemen het ABC omdat het staat voor awareness, behavior en cultuur. 2 jaar geleden zijn we daar ongeveer mee begonnen om zowel een generieke awareness-campagnes te gaan voeren, maar ook op maat. En daarin zie je gewoon dat we het richten op gedrag van onze medewerkers en alle externe partijen waar we mee werken, dat werkt echt. Je ziet echt dat het gedrag omhoog gaat. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei benchmarks waar je aan kan voldoen. Het simpelste voorbeeld is weer de phishing-aanval. Die simuleren wij regelmatig op onze medewerkers. En ik noem dat een klein beetje de fear of missing out. He, wij gingen hier vanochtend met z'n allen naartoe, heel veel zin in. En toch een van de eerste dingen die je doet is toch even kijken op je e-mail of op je telefoon om te kijken of je nog een mailtje gemist hebt. Nou, daar spelen we enorm op in. En dat heeft alles te maken met het bereiken van een security cultuur. Nou, en dat zijn we langzaam maar zeker aan het ontwikkelen in de security first strategie. Ja, ja. En je noemde dat fear of missing out in de ochtend. Ja. Is dat dan het gevaarlijkste moment dat ik bij wijze van spreken in mijn auto denk van ik check nog even dit mailtje? Ik denk dat zeker een belangrijke factor is. Het is niet het belangrijkste. Ik denk dat je altijd scherp moet zijn. Maar goed, wij zijn een klein beetje natuurlijk vanuit de security optiek zijn we soms iets te voorzichtig misschien. Maar fear of missing out, ja, dat zie ik zeker. De timing van een simulatie of van een phishing of een echte aanval, die is cruciaal. En een ochtend speelt daar een goede rol in. En we zien ook dat gedrag anders is van medewerkers in de ochtend dan wanneer dat aan het eind van de week is. Minder scherp of?
Ja, of meer eager om te reageren. Meer eager. Ja, en we spelen daar ook op in, hè, op wat is er in de markt, om het zo maar te zeggen. Oftewel, waar houden echte aanvallers zich mee bezig? Dus is dat een teams phishing? Dan mimikken wij ook een teams phishing. En daar zie je gewoon in dat medewerkers steeds scherper worden. En nogmaals, in die keten is het zeer belangrijk dat wij als medewerkers of als mens goed opletten. Want je kan alles inregelen, zoals Jurre zegt. Je kan alle maatregelen treffen, maar uiteindelijk wil je ook die component goed in je organisatie in bed hebben. Ja. Zijn er nou naast phishing andere belangrijke domeinen waar zeg maar, de medewerkers ook van de mensen die in deze webinar luisteren eigenlijk een rol in spelen? En zich ook op zouden. Je had het over gedrag en over behavior en culture. Het gaat verder, denk ik, dan alleen de inbox van de medewerker. Ja, kijk, het is het complete digitale platform eigenlijk. Hè? Dus dat betekent niet alleen wat je op je werk doet, maar ook wat je eromheen doet. Ja. Dus je LinkedIn-profiel, de manier waarop je gedraagt online. Kijk, ik focus me wel voornamelijk op het digitale gedeelte natuurlijk, hè, vanuit de cyberhoek. Maar het is zeker niet alleen je inbox. Het is eigenlijk alles wat er omheen zit. Ik denk ook te veel om op te noemen, maar neem het voorbeeld van de Rijksoverheid die nu zegt TikTok is verboden. Ja, waarom nu pas? Dus dat heeft ook weer met gedrag van medewerkers te maken buiten hun werksfeer eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat het alle platformen zijn. Helder, ja. Helder. Ivana, jij hebt natuurlijk een breder perspectief vanuit je rol als cybersecurity specialist bij Vodafone Business over de markt. Hè? Maar zien we nou eigenlijk ook hetzelfde plaatje bij andere bedrijven? Dat ze ook heel erg vanuit die ABC zeg maar, opereren. Wat zie je daar? Nou, zeker. Dat zie je terug. Hè. Dat is iets van security cultuur is belangrijk voor elk bedrijf. Ja. En wat wel verschilt is, de cyberrisico's zijn voor elk bedrijf weer anders. Wat Jurre net zei, wij zijn als Vodafone en Ziggo van vitale infrastructuur. Dan ben je meteen een groot doelwit. Je zit midden in al het internetverkeer. Dus het is niet zo dat voor elk bedrijf de risico's even groot zijn. En dat is soms ook lastig in te schatten. Want risico's worden eigenlijk aan de hand van drie elementen bepaald. De dreigingen die er zijn. Hoe kwetsbaar ben je daarvoor als bedrijf? In hoeverre sta je er aan bloot? En ook wat is de impact op je bedrijfsvoering? Dat gezegd hebbende spelen er wel een aantal algemene dingen in de markt. Zo wordt ons aanvalsoppervlakte steeds groter als bedrijf. Dat komt door het hybride werken bijvoorbeeld, maar ook door een toenemend aantal aan apparaten. Denk aan bijvoorbeeld slimme IoT-devices. En wat je ook ziet in de markt is dat het dreigingslandschap complexer wordt. Dus aanvallen worden steeds geavanceerder. En drie dreigingen springen er ook een beetje voor ons uit. De eerste is supply chain attacks. We hebben het net al over gehad. Bedrijven zitten vaak in een soort keten verwikkeld. En vaak wordt dan de zwakste schakel uit die keten gebruikt om uiteindelijk bij het doelwit te komen. In het geval van Blauw is natuurlijk nog niet zoveel bekend wat er is gebeurd. Maar dat er zoveel bedrijven zijn geraakt door een toeleverancier van Blauw, dat laat dan wel weer zien hoe verweven alles is met elkaar. Ja. Een tweede dreiging die er ook uitspringt is eigenlijk steeds sponsored cybercrime of cybercrime door statelijke actoren. Dus dat zie je bijvoorbeeld in de hybride oorlogsvoering tussen Rusland en Oekraïne. Maar ook landen zoals China in het voorbeeld van TikTok verbannen. Dat laat eigenlijk wel zien wat de impact is eigenlijk van geopolitieke spanningen op het security landschap. En als laatste, cybercrime as a service neemt enorm toe. Dat wil eigenlijk zeggen dat je heel gemakkelijk op het dark web allerlei diensten af kan nemen. Bijvoorbeeld accountgegevens die vaak zijn verkregen door een phishing aanval, worden dan verkocht op het dark web en die worden weer gebruikt als toegang bij een aanval. Je kan ook diensten afnemen zoals spyware, ransomware en ook DDoS aanvallen. Wauw. Nou, daar gaan we het zeker nog over hebben, over DDoS. Je noemde natuurlijk uiteindelijk ook al de hack, hè? En die noemde ik in de introductie natuurlijk ook al even. Ja. Want stel je voor, hè, uw bedrijf wordt gehackt, gevoelige data ligt op straat, er wordt alleen nog tegen bijvoorbeeld betaling weer vrijgegeven. Of uw online bedrijfsvoering wordt gesaboteerd door bijvoorbeeld een DDoS-aanval met behulp van installatie van malware. U moet er niet aan denken dat het gebeurt, maar helaas komt het vaker voor dan we met z'n allen denken. Daarvoor zijn er ethical hackers. En die
kijken eigenlijk mee, of die simuleren eigenlijk een hack om daar uiteindelijk van te leren van waar zitten de zwakheden in het systeem. En daar gaan we vandaag gaan we dat simuleren. Dus ik ga weg naar Jordan voor een ethical hack demonstratie. Goedemorgen Jordan. Ja, fantastisch dat je er bent. Je geeft leiding als Cyber Resilience Lead Nederland bij Accenture aan een grote groep ethical hackers. Ja, dan heb ik al eens zo'n beeld, die zitten de hele dag proberen die bedrijven zeg maar aan te vallen. Is dat ook wat er gebeurt? Nee, integendeel. En wat je ziet eigenlijk is dat we verschillende diensten leveren. Dus zowel dreigingsinformatie als bijvoorbeeld incident response diensten. Er zit inderdaad ook een stukje pentesting bij. Hè. Daar simuleren we uiteraard wel dit soort offensieve dreigingen. Maar het gros bestaat gelukkig nog steeds uit helpen beveiligen van bedrijven. Ja, en jij gaat nu eigenlijk een hack simuleren. Wat ga je ons laten zien? Dat klopt. Ik ga daar straks wat verder op in, maar ik ga kort even wat inzicht geven in een methode om van een hacker om uiteindelijk binnen te komen. En ik ga kort even wat vertellen over hoe je zich daar ook tegen kunt beschermen. Nou, fantastisch. Succes. Heel erg bedankt. Nou, de live hack demo is als volgt opgebouwd. We hebben drie verschillende componenten. Ik ga u kort even meenemen door de fictieve bedrijfssituatie heen. Ivana noemde het net al, hè. Er zijn steeds meer services die je ook op het dark web kan kopen, waaronder huur een hacker. En daarom neem ik u daarna ook even mee naar het perspectief van de hacker. Dus wat is het doel van de hack? Wat is de aanpak? Hoe komen ze binnen? Hoe bereiden ze zich eigenlijk voor? Ja, en tot slot zal ik u ook laten zien hoe dat dan plaats zou kunnen vinden. De bedrijfssituatie is als volgt. We hebben twee hoofdpersonen. We hebben Peter de Vries. Dat is een VP Strategy en dat is eigenlijk de hoofdpersoon van het fictieve bedrijf Horizon Bright. Horizon Bright opereert in de financiële dienstverlening. Hij heeft meer dan 100 medewerkers, iets meer dan 40 klanten. En hij tweet over een bedrijfsfeest, het Horizon Bright Summer Festival. Daarnaast hebben we Killnet. Killnet is een criminele hackersgroep die je kan huren vanuit het dark web. Focus is met name MKB en natuurlijke personen. En de specialisatie van Killnet is het stelen van bedrijfsgevoelige informatie. Vanuit het perspectief van de hacker. Wat wil de hacker? Nou, de hacker wil eigenlijk het slachtoffer misleiden om zijn code uit te voeren. Dat wordt ook wel social engineering genoemd. En het motief is met name bedrijfsspionage hier in opdracht van derden. Nou, het aanvalsplan is eigenlijk simpel. We weten dat er een bedrijfsfeest heeft plaatsgevonden. We weten ook wie daar ongeveer werken en we weten dat die VP Strategy mogelijk bedrijfsgevoelige informatie heeft. Het doel is dus om een zogeheten spear phishing e-mail, dus een zeer gerichte e-mail op te stellen, waarbij we Peter de Vries gaan proberen te targeten. Waarom is het niet eenvoudig? Nou, het is niet eenvoudig omdat er een aantal technische maatregelen zouden kunnen bestaan in het bedrijf. Zo zijn er natuurlijk firewalls, is er wellicht sprake van e-mailprotectie of MFA, zoals Jurre net noemde. En het lastige daarbij is ook dat de voorverkenning die een hacker uitvoert wanneer hij zijn aanval voorbereidt, geeft eigenlijk onvoldoende zicht in het security-bewustzijn, zoals Robert net aangaf, van onze target. Nou, dat maakt het wat lastig. We hebben het vermoeden dat als we gewoon een simpele EXE, een executable, sturen via de mail, dat ons target daar waarschijnlijk niet op gaat klikken. Dus we moeten iets slimmers gaan doen. Nou, wat valt er te halen? Nou, uiteindelijk is het zo dat die hacker die opereert voor iemand anders. Het doel is hierbij bedrijfsspionage. Dus daar valt natuurlijk geld mee te verdienen. Maar daarnaast kan er ook afdreiging plaatsvinden als informatie op een gegeven moment gestolen wordt. Nog even in het kort. Wat gaan we nou exact zien? Nou, wat we gaan zien is dat we een phishing server hebben ingericht. Die staat hier linksbovenin. En daarvoor maken we gebruik van GoFish. Het eerste deel van die aanval is vrij realistisch. Dus we hebben hier gebruik gemaakt van GoFish. Daar zijn een aantal digitale vingerafdrukken zijn er uitgesloopt, zodat het lastiger is om dat als zodanig te herkennen. En we gaan uiteindelijk proberen om een beetje op te gaan in de massa. Dus in plaats van dat we een mailtje direct sturen, doen we dat via een bekende marketing mailserver. Dat phishing mailtje komt vervolgens binnen bij ons target, bij ons slachtoffer. En nadat hij daarop klikt, komt hij uiteindelijk op een nagemaakte landingspagina. En hiervoor simuleren wij Dropbox. Nou, daarvanuit kan hij een set aan foto's downloaden, hè, afkomstig van het Summer Festival, waar een Trojaans paard in verstopt zit. Dus er zit een stukje kwaadaardige code in, wat ons uiteindelijk ervoor zorgt dat we de controle van het PC van het slachtoffer kunnen overnemen.
Als we de controle van het slachtoffer hebben overgenomen, dan willen we daarna ook onze sporen proberen te maskeren. En dat doen we eigenlijk door iets heel stiekems te doen. In die zin, we gaan proberen om ransomware op het systeem van het slachtoffer te zetten. Dat is niet onze ransomware, maar dat is ransomware van een derde groepering. En daarmee hopen we eigenlijk dat we het slachtoffer kunnen afleiden, waardoor we wat minder de aandacht op onszelf vestigen. En daarnaast, door de systemen te versleutelen, hopen we dat we eventuele achtergelaten sporen ook enigszins kunnen uitwissen. Nou, dan schakel ik nu even over naar de lifehack. Nou, wat we hier zien, is we zien hier een Kali Linux-omgeving. Dat is een offensieve distributie, een officiële het operating system wat we kunnen gebruiken om offensieve aanvallen mee uit te voeren. Dat had ook gekund met elk ander Linux-systeem. Het enige voordeel van Kali is dat het al redelijk wat tools bevat, dus we hebben er wat minder voorbereiding aan. Wat ik hier ga doen, is dat ik het command and control kanaal ga opstarten. Super. Nou, ik heb het command and control kanaal hier net links opgestart. Dus uiteindelijk, als de aanval succesvol is en het slachtoffer zou klikken op de malware, dan zouden we hier een verbinding binnen moeten zien komen. En wat ik hier rechts doe, is dat ik de phishing server opstart. Nou, na het opstarten van de phishing server krijgen we een keurig paneel te zien. Waar we kunnen inloggen. En in het kort kunnen we hier een nieuwe campagne beginnen. Nou, de campagne moeten we allereerst een naam geven. In dit geval richten we ons op Horizon Bright. Dus laat ik de campagne ook zo noemen. En we zullen een URL moeten meegeven. Nou, doorgaans wat een aanvaller hiervoor kan gebruiken is of een gehackte website of een website die zelf onder beheer heeft. In dit geval hebben we een website gemaakt die onder beheer valt. En die noemen we horizonbright-dropbox.com. Ik kan hier ook een IP-adres invullen, maar dit zorgt ervoor dat de aanval net iets legitiemer lijkt. Voor het selecteren van een sendingprofiel gebruiken we in dit geval HB Nieuws. En we selecteren een groep van slachtoffers waar we uiteindelijk de phishing-e-mail heen willen sturen. Nou, het enige wat we dan nog hoeven te doen is te drukken op Launch Campaign. Oké. Nou, wat we zo gaan zien is dat het mailtje dan ook keurig netjes verzonden wordt. Dan schakel ik nu even over naar het pc van het slachtoffer. Dan kunnen we straks ook zien hoe daar de mail binnenkomt. Nou, dit is het moment altijd, hè? Het binnenhalen van zo'n mailtje, dat duurt eventjes. Dus in de tussentijd zal ik proberen om nog iets meer toelichting te geven. Met name het eerste deel van de aanval, zoals je dat gezien heeft. Hè, dus via GoFish naar de marketing mailserver toe en uiteindelijk zo het phishing mailtje binnen laten komen. Daarvan zie je eigenlijk dat het in het echt ook zo gebeurt. Straks het volgende gedeelte, waarbij ik ga het command- en controleverkeer ook laat zien. Ja, daar zien we eigenlijk dat het in de praktijk nu net iets afwijkt. Wij gebruiken hiervoor nu voor de demo Metasploit. En dat doen we omdat het visueel heel makkelijk is om te volgen. Maar tegenwoordig zien we steeds meer dat aanvallers wegbewegen van populaire frameworks zoals Metasploit en Cobalt Strike. En steeds meer gebruik gaan maken van of betaalde servers of hun eigen malware, loaders, shellcode en dat soort dingen gaan genereren. Het mailtje is inmiddels binnen. Nou, als ik daar dan op klik, dan ziet u ook dat het eigenlijk bijna niet van echt te onderscheiden is. Dus we zien hier een mailtje binnenkomen van newsletter@horizonbright-news.com. Nou, we weten dat de domeinnaam horizonbright.com is, maar zeker op maandagochtend, zoals net besproken, kan je daar nog wel eens overheen lezen. Nou, en als we dan naar onder gaan, dan zien we dat er een persoonlijke boodschap in staat. Hè? De voornaam van het slachtoffer wordt meegenomen. En uiteindelijk hebben we hier de mogelijkheid om de foto's te downloaden. Nou, als we dat doen, dan komen we op een pagina uit die sprekend lijkt op de Dropbox-pagina. Nou,
Dat hebben we best wel snel kunnen opzetten. Het heeft ongeveer 2 minuten gekost om de Dropbox-pagina te kopiëren. En vervolgens daar een aantal scriptjes uit te halen, zodat het ook niet terugverbindt met Dropbox. Dan kan ik de foto's downloaden. Dat doe ik nu. En zoals je ziet krijg ik netjes een zip-bestandje toegestuurd. Nou, dat is wel vaker ook het geval bij Dropbox als u meerdere foto's zou downloaden. En die kopieer ik even naar de desktop. Nou, nogmaals, tot op dit moment, hè, eigenlijk alles gewoon zoals het in het echt ook gebeurt. Ik pak het zip-bestandje uit. En dan ziet u eigenlijk hier al dat er een set van foto's opent. Wat opvalt hier is dat één foto een wat groter icoon heeft dan de rest. Nou, de reden daarvoor is eigenlijk vrij simpel. Ik werk op nu best wel een klein scherm, dus het maakt het voor mij ook wat makkelijker om te zien welke foto exact de malware bevat. En dit is eigenlijk het moment waarbij ik wat oudere technieken gebruik. En tegenwoordig zal je zien dat een aanvaller iets andere technieken gebruikt, dus veel meer gebruik maakt van bijvoorbeeld PowerShell. Maar als ik dubbelklik op deze foto, dan ziet u dat de foto ook gewoon opent. En als ik dan wissel naar het aanvallersstation toe, dan ziet u eigenlijk hier links bij het command en control systeem dat er van alles gebeurt. Dus er worden hier automatisch worden alle belangrijke bestanden worden gedownload. PowerPoints, PDF, Excel-files. We kunnen zien met wat voor privileges we op dit moment toegang hebben. En we kunnen zien dat het proces zich probeert een beetje te verstoppen. Dus dat zijn even korte zaken die opvallen. Nou, op dit moment hebben we volledig controle over de PC. Ik zal even kort laten zien wat er allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld wat we kunnen doen is dat we een screenshot kunnen maken. Of dat we een foto kunnen maken van de webcam. Andere zaken die we kunnen doen is dat we bijvoorbeeld een bestand kunnen uploaden en downloaden, zoals ik net heb laten zien. Of dat we verder kunnen proberen te bewegen door het netwerk heen van het slachtoffer. In het kort, we hebben de belangrijke bestanden hebben we binnen. We hebben een schermafbeelding kunnen maken. Het enige wat ons nu nog rest is het uploaden van ransomware. En dat is tamelijk eenvoudig. U ziet hier dat ik het ransomware probeer te uploaden. Nou, dat is succesvol uitgevoerd. En dan vervolgens wat ik kan doen is dat ik de ransomware uitvoer. En als we dan teruggaan naar het systeem van onze klant, dan ziet u dat er hier al wat dingen een andere extensie beginnen te krijgen en er wat anders uit beginnen te zien. En als we vervolgens naar het bureaublad gaan, dan krijgt u de bekende waarschuwing. Ik kan op dit moment op nee klikken. Het zal niet veel uitmaken. Over een enkele momenten zult u zien dat er een scherm zich oppupt en dat die gaat vragen om een Bitcoin betaling. Nou, eigenlijk in het kort is dat het grootste deel, denk ik, van de demo. Nou, wat hebben we hier wat kunnen we hiervan meepakken? Nou, we zien dus dat training ontzettend belangrijk is. Hè, het helpt gewoon heel erg als je een beetje in staat bent om dit soort phishing mails te herkennen. Een tweede deel wat heel erg kan helpen, hier zien we het scherm zich inderdaad voordoen. En op dit moment is het ook wat dat betreft einde oefening. Wat misschien nog leuk is om te vertellen, heel kort. We hebben hier gebruik gemaakt van WannaCry ransomware. Nou, het is al vrij outdated, hè? Dat kennen we al sinds 2015. Maar wat we zien is dat de reden dat dit veel gebruikt wordt, is dat de software makkelijk aanpasbaar is. Dus het is voor cybercriminelen heel eenvoudig om het aan te passen en hun eigen Bitcoin-adres erin te zetten. Nou, ik hoop dat jullie het interessant vonden en wellicht kan ik later nog wat vertellen bij de Q&A. Ja, fantastisch, Jordan. Ook ik kreeg fysiek gewoon pijn in mijn buik toen ik het zag gebeuren. En ik denk dat sommigen in de webinar hetzelfde gevoeld hebben. Het is zo ogenschijnlijk eenvoudig. En dat maakt het denk ik ook wel heel gevaarlijk, hè, Jordan? Het is ook bijna niet meer van echt te onderscheiden. Nou ja, dat klopt. We zien allerlei gradaties inderdaad van phishing-e-mails. Maar ja, de bekende e-mailtjes die we vroeger kregen over de Afrikaanse kroonprins, die tijden zijn er nog steeds wel, maar een klein beetje toch voorbij. Ja. Dankjewel, Jordan. En inderdaad, mocht u vragen hebben aan Jordan of natuurlijk ook aan een van de andere sprekers die u vandaag ziet,
heb ik in de introductie niet vermeld. Maar die vragen kunt u natuurlijk stellen via de button die u in uw scherm ziet. Op het moment dat u met uw muis beweegt, dan popt die button op, zeg maar. En dan kunt u daar uw vraag stellen. Doe dat vooral, want we hebben aan het einde van de webinar nog tijd om deze vraag ook te beantwoorden met de sprekers die we vandaag spreken. We gaan door naar het volgende onderwerp. En dat gaat over DDoS. Een manier om binnen te komen in een organisatie is bijvoorbeeld natuurlijk met een phishing mail en uiteindelijk een hackaanval. Maar DDoS-aanvallen vinden natuurlijk ook plaats overal ter wereld. En het aantal en de complexiteit daarvan nemen ook toe. Botnets worden groter, nieuwe type aanvallen worden ontwikkeld. En criminelen bieden, zoals Ivana ook in het begin zei, uiteindelijk dit soort diensten gewoon aan op het dark web. En daarmee is eigenlijk iedereen kan slachtoffer zijn van een DDoS-aanval. Nou, wij werken vanuit moederbedrijf Liberty Global. Werken we samen met een bedrijf dat heet NetScout. En daar gaan we vandaag mee spreken. Twee. Wim, goedemorgen. Dank dat je hier bent. Wim van NetScout. Bedrijf waar we natuurlijk mee samenwerken vanuit een van onze moeders. Hè. Dus Vodafone Ziggo is natuurlijk een joint venture tussen Vodafone en uiteindelijk Liberty Global. NetScout, ik denk niet dat iedereen het kent. Wat doet het bedrijf precies? En waarom ben jij er ook voor gaan werken? NetScout op zich, hè, dus Arbor Networks, zoals het stukje dat ik verwerk eigenlijk ervoor noemde. En misschien ook wel beter bekend is bij het bredere publiek. Ja. Is een bedrijf dat zich eigenlijk al 25 jaar bezighoudt met DDoS. Initieel ook nog opgestart uit een DARPA-initiatief om het toen ontluikende internet te beschermen tegen dit soort aanvallen. Ikzelf zit ook zo ongeveer 20 jaar in de internet security. En de laatste 10 daarvan ook bij Arbor Networks en dan dus nu ook NetScout. En dat is eigenlijk wel het fascinerende aan het beschermen van de security, beschermen van netwerken, van IT-infrastructuur. Ja. Ja, en ondertussen ook al die tijd ook samengewerkt met Liberty Global. Ja. Cool. Ja. En een DDoS-aanval, ik noemde het begin al, de aantallen nemen toe, de complexiteit neemt toe. Klopt. Ik had toch eerlijk gezegd altijd het gevoel, DDoS-aanvallen, dat is voor de grote bedrijven, voor de gemeentes, provincies. Maar volgens mij heb ik het helemaal mis en is uiteindelijk DDoS ook een gevaar eigenlijk voor elk bedrijf, klein en groot. Ja, klopt. De grote bedrijven, zoals je al net zei, die hebben zich meestal zelf al beschermd omdat ze al eens aangevallen zijn. Of inderdaad ook gewoon opgelicht worden vanuit de overheden om het gewoon te regelen. Kleinere bedrijfjes hebben zich, of laten het nog altijd wel een beetje naast zich liggen. Zolang zij niet aangevallen worden, is het niet zo ongelooflijk belangrijk voor hen. Nu dat de aanvallen eigenlijk gewoon nog frequenter worden, de toegang tot aanvalstools is zo alomvattend geworden. Heel veel malware wordt ook gebruikt om DDoS te veroorzaken. Dat wordt eigenlijk gewoon makkelijker en makkelijker om gewoon te gebruiken om organisaties aan te vallen. Dus, en het komt daar ook nog wel bij dat heel wat aanvallen ook nevenschade veroorzaken. Dus als een van je buren aangevallen wordt, dus digitale buren dan, mm-hmm. Dat je daar dan ook wel eens last van zou kunnen hebben. Oké. Okay. Omdat de server eigenlijk die naast jou staat, waar jouw diensten op draaien, hoe moet ik dat zien? Omdat er heel wat infrastructuur toch nog altijd gedeeld wordt, zeker als netwerkinfrastructuur. En dan als er een van de mensen in hetzelfde lokale stukje netwerk wordt aangevallen, een van die servers, dan kan het zijn dat heel het lokale netwerk volledig wordt weggeduwd uit het internet. En dan heeft natuurlijk iedereen dat op dat netwerk zit er last van. Ja. Waar is het de aanvallers van een DDoS-aanval om te doen? Ja, dus motivaties zijn uiteenlopend. Hè. Je hebt van verschillende, meer onschuldige
motivaties van studenten die liever geen examen doen en er dan de server maar uithalen, tot meer criminele organisaties die dit gebruiken als afpersing. Zoals je ziet, klassieke maffiapraktijken op Hollywoodfilms, dat ze de boel komen klein slaan als je niet betaalt. Dus de digitale versie daarvan. En dan heb je ook heel natuurlijk het geopolitieke nation-state verhaal. Nation-state actors, zoals we die noemen. Die eigenlijk gewoon betaald worden of gefinancierd worden door landen om de tegenstanders eruit te halen. Hè. Dus heel, heel actueel geworden met het verhaal rond de Oekraïne-oorlog, waar de digitale infrastructuur van Oekraïne werd aangevallen, die spijtig genoeg voor de Ieren vooral in Ierland stond gehuisd. Je ziet dat heeft niet altijd met de landsgrenzen te maken. Nee. Maar er zijn ook andere voorbeelden, zoals Finland. Op het moment dat zij eigenlijk hun kandidatuur stelden voor de NATO, ging daar ook de aanvalsfrequentie en groottes met 30-40% de lucht in. Dus dat heeft ook allemaal zijn consequenties. Ja. Zou je nog eens uit willen leggen wat er eigenlijk gebeurt bij een DDoS-aanval? Dus bij een DDoS-aanval is het eigenlijk vooral altijd te doen om een resource die een netwerk of server of iets in een applicatieketting eigenlijk, om die uit te putten. Ja. Dus je kan daar echt servers proberen uit te putten, je kan heel de netwerken proberen uit te putten. Dus met andere woorden, de capaciteit van bandbreedte volledig vol steken met reflectieverkeer of botnets die verkeersstanden genereren. Al dat verkeer komt van heel veel verschillende sources over heel de wereld, maar aggregeert dan op één punt, zo dicht mogelijk eigenlijk bij de target. En daar loopt het dan mis. En hoe groter die aanval is, hoe hoger dat het eigenlijk begint mis te lopen. Dus je hebt je lokale access die verstoord wordt, of een router erboven, of het core-netwerk van je lokale service provider. Dus daar kan het eigenlijk op verschillende niveaus mislopen. En wat is dan voor de mensen nu in deze webinar, wat kan de schade zeg maar zijn? De schade is meestal gewoon pure onbeschikbaarheid. Van een webshop? Van een webshop, van netwerkverbindingen naar het internet, zoals gewoon een kantoor waar mensen gewoon zitten te werken. Moet je je inbeelden als die allemaal tegelijk geen internetaansluiting meer hebben en dus ook niet meer aan hun public cloud applicaties kunnen, Office 365, al die andere zaken stoppen inderdaad gewoon het werken. Dat is natuurlijk het eerste grote verhaal, maar wat er ook nog bij komt, is dat DDoS-aanvallen ook veel gebruikt worden om de aandacht af te leiden. Dus om IT bezig te houden, omdat die grote aanval daar binnen aan het komen is en alles gaat rood branden. En ondertussen proberen ze dan via een achterdeurtje het netwerk binnen te geraken. Dat gebeurt ook heel veel. Oké, om bijvoorbeeld data te stelen? Om data te stelen of ook gewoon het netwerk zelf eigenlijk, access credentials te stelen, al dat soort verhalen, om dan later nog eens te kunnen terugkomen als alles gekalmeerd is. Grote vraag is natuurlijk, Wim, wat kunnen we er tegen doen? Ja, wat we er tegen kunnen doen is natuurlijk de oplossing die heel wat, eigenlijk bijna elk zichzelf respecterende service provider heeft wel een oplossing tegen DDoS-aanvallen. Nu, wat er eigenlijk, wat je eigenlijk nodig hebt, een goede DDoS-aanval oplossing, heeft verschillende niveaus. Dus ik had al net gezegd dat je op verschillende hiërarchieën eigenlijk problemen zich kan laten voordoen. En het is dus ook het beste om zo dicht mogelijk bij de aanvaller het verkeer weg te
weggooien, weg te werken, het aanvalsverkeer. We doen dat dan eigenlijk met grote wasstraten, wasmachines, die mooie, propere verkeer eigenlijk scheiden van al het aanvalsverkeer. En dat aanvalsverkeer natuurlijk allemaal mooi weggooien. Oké, okay, dus om dat even te begrijpen, er komt een DDoS-aanval aan. Mm-hmm. Richting een webshop bijvoorbeeld. Ja. Die gaat eerst door de wasstraat heen. Wordt daar min of meer gefilterd of verschoond? Ja, inderdaad. Dus het aanvalsverkeer wordt gescheiden van het normale gebruikersverkeer. Ja. En dan wordt het gebruikersverkeer natuurlijk gewoon doorgelaten. En wat merk ik daarvan als gebruiker, zeg maar? Van de webshop, hè? Ik probeer die webshop te bezoeken. Dus wat je merkt als gebruiker is dat je misschien een authenticatiestukje door moet. Dat de website een beetje raar doet, om het zo te zeggen. Ja. Terwijl het hier onder aanval is. Maar in ieder geval blijft die normaal gezien functioneren. Wat dat zonder die oplossing natuurlijk gewoon niet is. Dan wordt de website gewoon onbereikbaar. Dan krijg je gewoon geen connectie meer. Ja, ja. Oké. Ivana. Deze dienst bieden we natuurlijk ook aan, hè? Vodafone Business Internet met anti-DDoS. Dus je kunt het in feite als een soort van verzekering bijna afsluiten eigenlijk om jezelf te beschermen tegen zo'n DDoS-aanval. We hebben natuurlijk veel al gehoord uit de afgelopen 3 kwartier over wat er kan gebeuren, maar ook wat je kan doen. Waar moet je nou eigenlijk beginnen als organisatie? Ja, dat is een hele goede vraag om te stellen. En Jurre had het toen net al over het NIS-model. Wij als Vodafone Ziggo hebben onze security ingeregeld op basis van de fases of domeinen van het NIS-model. En in principe staan die niet los van elkaar, maar moet je het zien als een hele systematische aanpak, waarbij alle fases even belangrijk zijn. Maar toch begin je altijd bij het identificeren, bij het eerste deel. Dus als je kijkt als bedrijf, wat zijn mijn risico's en hoe stem ik mijn omgeving daarop af? Dan kan je enerzijds denken aan echt de basis IT-hygiëne op orde hebben, zoals rechten en privileges, het patchen van je echt meest belangrijke kwetsbaarheden, wat zijn je assets, maar ook een stukje security culture. Dus daar begin je echt mee. Daarna ga je naar het tweede onderdeel. Dus dan ga je echt kijken naar welke protect-oplossingen heb ik nodig. Kijk je met name naar oplossingen voor je eindpunten, bijvoorbeeld gebruikersapparaten, maar ook naar je toegang voor je cloud en een stukje netwerk, hè, zoals anti-DDoS oplossingen. Als je dat dan hebt afgedekt, dus zowel je risico's en daar ook daadwerkelijk beschermende oplossingen tegenaan hebt gezet, dan kan je het eigenlijk zien als dat je een basislaag heb neergezet. Dus bijvoorbeeld in een huis, je hebt de hek om je huis gezet en je bent in principe beschermd tegen indringers. Ja. Maar er zijn toch altijd manieren waarop je niet verwacht dat mensen binnenkomen. Misschien komt het risico wel van binnenuit. Dus je wil eigenlijk ook iets hebben als bescherming, waardoor je kan monitoren wat er gebeurt en daarop kan reageren en ook kan herstellen. Dat zijn eigenlijk de laatste 3 fases van het NIS-model. Oké, en het goede nieuws is, denk ik, dat het is nog best veel, als je het zo hoort. Dat klopt, ja. Dat wij daarbij kunnen helpen. Zeker, ja. Wij werken daarbij met andere partijen, bijvoorbeeld zoals Arbor voor netwerkoplossingen of Accenture, zoals security diensten en nog vele andere partijen. En op die manier proberen het ook voor klanten makkelijk te maken. Om te laten zien dat wij met deze partijen samenwerken en die oplossingen eigenlijk het beste zijn voor klanten. Geweldig, dankjewel. Dankjewel Ivana, dankjewel Wim. Ik zie al wat vragen binnenkomen, dus ik zou zeggen, laten we snel naar de Q&A gaan. Ja. Afgelopen 3 kwartier hebben we gesproken over cybersecurity. Ik heb heel veel geleerd, in ieder geval. Ik heb geleerd dat een bedrijf als Vodafone Ziggo bijvoorbeeld natuurlijk topprioriteit, security als topprioriteit heeft. De stappen die gezet worden op het gebied van awareness, behavior en culture. Vervolgens heb ik me ook met een baksteen in mijn maag heb ik de hack gezien van Jordan. Maar ook alweer de geruststellende gedachte dat we daar ook veel tegen kunnen doen als organisatie. En natuurlijk Wim, we hebben gesproken over DDoS aanvallen.
Dat die eigenlijk heel eenvoudig vanuit de dark web af te nemen zijn. Maar dat we ook in dit geval ook weer hele goede oplossingen hebben. Dus ondanks, ik heb aan het begin gezegd, geen donkere wolk, Ivana. Ik hoop ook niet dat het is geworden. De vragen die zijn binnengekomen, overigens in de tijd dat ons nog rest, ongeveer denk ik een minuut of vijf, stel ook nog vragen via uiteindelijk ook de tool. Door met je muis te bewegen zie je een button waar je uiteindelijk een vraag kan achterlaten. Eerste vraag die ik binnen heb gekregen is voor Wim. Veel organisaties zetten in op cybersecurity oplossingen, maar ondervinden toch impact van DDoS aanvallen. Waar komt dat vandaan? Ja, de DDoS aanvallen, zelfs als er een dienst wordt afgenomen, zijn natuurlijk, dus zijn verschillende, is een heel breed gamma van DDoS aanvallen. DDoS aanvallen, dus kunnen meer specifiek zijn, ja, dan alleen maar de dienst of de detectie die eigenlijk gebeurt op het bredere netwerk. En als ze dan natuurlijk nauwer zijn, kan je natuurlijk op je lokale niveau, het lokale netwerk, ook nog iets betekenen. Dus dat is wel degelijk mogelijk om lokaal in het netwerk ook nog een oplossing bij te zetten. Of als het bij de opschoning van het verkeer, dus bij het wassen zelf, misgaat, dan zeker en vast in gesprek gaan met de service provider die die dienst aan het leveren is, om eventueel bij te stellen. Oké, helder. Volgende vraag is voor Jordan. We gaan denk ik gewoon het rijtje af hier. Een vraag van Erwin Stokvis over wat draait er op de Windows 11 machine aan antivirus? Defender of een ander soort antivirus? Ik denk dat de vraag erachter is van, zou die dan uiteindelijk deze hack moeten hebben kunnen voorkomen? Ja, Erwin, ontzettend bedankt voor je vraag. Nee, dat klopt inderdaad. Hè. Dus zoals ik heb geprobeerd om aan te geven, is dit een aanval die in het echt niet zou werken. En de reden daarvoor is inderdaad dat ik Windows Defender heb uitgeschakeld. Wij geven ook wat meer geavanceerde masterclasses. Gaat onder andere over de Win32 API en de kernel. En dan gaan we dieper er eigenlijk op in hoe je dus Windows Defender kan omzeilen met bijvoorbeeld PowerShell. Dus maar bedankt voor de vraag. Oké, goed om te weten dat ook die masterclasses worden gegeven. Ja, dan vraag natuurlijk, ja, het was geen verrassing hè, voor Jurre en Robert. Jullie hebben natuurlijk heel erg gesproken uiteindelijk over het bewust maken in de organisatie. Een vraag van een luisteraar of een kijker. Hoe kun je medewerkers het beste trainen en bewust maken van cybersecurity? En vooral voor degenen die moeite ermee hebben of juist het gevaar niet inzien. Zijn er voorbeelden ook van hoe Vodafone Ziggo dat aanpakt? Die kan ik wel even pakken. Ik denk ja, is het een korte antwoord. Ik denk dat de kracht zit sowieso in herhaling. Dus mensen die het niet begrijpen, blijven we trainen. Maar heel specifiek, we hebben bijvoorbeeld laatst een training gedaan voor de hele finance afdeling. Wat doe je nou als financial controller? Waarom ben jij een target? Dus we doen ook hele specifieke trainingen. Dus ik denk dat de combinatie van generiek, werk aan awareness, in combinatie met heel specifiek een afdeling trainen, of dat nou de board is, of dat het nou een financiële afdeling of de postkamer is, dat je heel gericht op de afdeling gaat trainen. En dat helpt wel, daar zien we ook de resultaten van. Dus ik zou het vooral heel specifiek gaan maken, als je daar de mankracht voor hebt. Ja, ja precies. We zijn mankrachten, hè? Dat is ook echt een vakgebied. Hè? We hebben gedragskundigen hierop ingezet. Hè? En die hebben ons geleerd, je moet aan drie aspecten echt gaan werken. Dus motivatie, ability en prompt. Dus je moet eigenlijk die drie aspecten moet je wel goed in oogschouw houden. Dat je weet van, dat je mensen zoveel mogelijk kunt motiveren de juiste actie te doen. Dat ze de kennis en de kunde hebben om ook de juiste actie te nemen. En uiteindelijk moet je ze ook aan gaan spreken. Dus als dat niet geleverd wordt, dan daar toch ook op aangespreken. Mensen moeten ook de consequenties van dragen. Dat is niet leuk, maar is denk ik wel noodzakelijk. En wat bedoel je dan? Kijk, je hebt natuurlijk bij phishing attacks, zie je, zeker als je single digits komt, dat het overgrote deel van de mensen gewoon doet wat gevraagd wordt. Dus die zijn gewoon met de juiste dingen bezig. Ja, er zit dus een klein groepje, eigenlijk een soort harde kern, die eigenlijk toch maar steeds op die button blijft klikken.
Ja, ik vind het onderdeel van good citizenship, hè, dat de manager dan de medewerker aan gaat spreken. Ja. En dat daar ook dus consequenties aan verbinden. En dat kan dus inderdaad een waarschuwing zijn. Ja. Ik vind dat we echt op dat level moeten gaan nadenken. Helder. Oké. We gaan weer terug naar links. Een vraag voor Jordan. Stel die phishing mail wordt niet gedetecteerd door de firewall. Welke security maatregelen kun je nemen om te zorgen dat de PC van de gebruiker niet naar de phishing server kan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat met name een stukje endpoint detection en response tooling, dat iets is wat hier zeker bij zou kunnen helpen. Kijk, de uitgaande verbinding, hè, dat is heel lastig om dat te controleren via zo'n firewall. Je kan dat bijvoorbeeld via HTTPS laten lopen. Dat betekent dat weliswaar de verbinding versleuteld is. Ja. Maar de header is nog steeds open source. Het is onzinnig, denk ik, om voor het hele internet vast te gaan stellen welke websites wel of niet bezocht mogen worden. Zeker niet voor de wat grotere bedrijven. Ja. Helder. Ivana, misschien even als recap. Hey, we hebben dit toch samen gedaan de afgelopen uur. Je hebt me elke keer bijgestaan, ook met wat kennis, of met veel kennis over cybersecurity. Wat is nu de eerste stap die mensen moeten zetten? Eigenlijk het eerste wat ze moeten doen nadat deze webinar voorbij is. Ja, ik zou klanten erg aanraden van neem contact op met je accountmanager of je businesspartner. En ga het gesprek aan over security. Heel veel klanten hebben natuurlijk bepaalde maatregelen al wel en niet. Dus het is goed om te kijken waar zitten eventueel nog gaten in je verdediging. En hoe kunnen we daarbij helpen met ons portfolio. Fantastisch. En ik neem aan Jurre en Robert dat als de vragen komen van klanten, dat ze ook bij jullie terecht kunnen voor advies. Absoluut. Heel graag. Uiteindelijk toch een stukje peer-to-peer. Zeker. Dat is het leukste wat er is. Kennis delen. Ja. Kennis delen, zeker. Helemaal goed. Nou, dan wil ik graag allereerst Wim, Jordan, Robert, Jurre, Ivana bedanken. En u natuurlijk ook thuis of op de zaak of waar u ook bent in deze digitale wereld. Dank voor uw aandacht en graag tot ziens.